Hey mensen, je kijkt naar Spooky 16.11 en welkom bij een nieuwe livestream. Mijn microfoon stond gemute. Is hij nu goed? Volgens mij hoor je me nu. Het is vandaag tijd voor weer een chill avondje. Vandaag wou ik gewoon überhaupt even... Zo. En het is vandaag tijd voor weer een keer Topspin 2025. Dat hebben we natuurlijk een tijdje niet gespeeld, maar ik was bezig met een carrière-modus onder de vrouwen. Want ik had mannencarrière-modus al met een poppetje gedaan. Daar speel ik nog altijd tussendoor. Als mijn tweede game speel ik naast die voetbal zo nu en dan nog Topspin online. Eventjes leuke online potjes, ook met poppetje. Nou is er wel redelijk nog wat veranderd aan deze tennisgame. En dat gaat wel interessant worden, want we konden zo makkelijk serveren in de hoeken. En dan was er geen enkele kans meer voor de ander om wat terug te doen. Maar het hele serveren is dus compleet veranderd. En dat compleet is veranderd, het serveren, dat heeft wel flink ook de type builds qua wat mensen maken voor type tennisser. Dat heeft het ook flink veranderd. Dus nu, in plaats van dat ze niks op serve zetten, wat ik in mijn laatste stream van deze game ook zei, willen nu mensen wel serveer stats fixen. In ieder geval een beetje. En dat gaat het ook wel interessant maken tegen, tegen onze grote vrienden van de difficulty expert. Aangezien we het natuurlijk op een hoger niveau doen. Dus wie weet verslaan we wel helemaal niks. Winnen we geen toernooien. Maar dan moeten we dan een beetje inbouwen. Nou ja, het hoeft niet over dit spel te gaan natuurlijk. Het is lekker chillen. Tijdje niet gedaan, zo'n chill avondje. Dat ik echt gewoon lekker achterover zo zit. Als je als Robin tennis moet je wel even Robin Bin Bin opzetten. Hè? Ja, dan moet ik de remix moet ik dan opzetten. Die is wat hogere kwaliteit. Heb ik wel geprobeerd te maken. Maar er zat één foutje in die ik niet kon fixen. Maar die heb ik wel even geprobeerd. Even kijken of de kwaliteit verhoogd kon worden. En dat kon. Alleen er is één ding die zou ik moeten remaken, zeg maar. Of anders moeten maken. Robin Bin Bin 2.0. Je bent een freaking legend, bro, zeg Altan. Dankjewel, Altan. Dat is heel lief. Maar dat voel ik me ook oud als je iemand al een legend kan noemen. Oh, ik weet al waarom dit voor mij zo hard klinkt. Boom. Ja. Dit is mijn poppetje natuurlijk. Dit is meneer Nienkemper. Even kijken, my player. Dit is meneer Nienkemper. Op dit moment heb ik dit seizoen 124 wedstrijdjes gewonnen en 13 verloren offline. Online is dat, sorry. Dat betekent dat ik 846ste sta in de season ranking. Maar ja, ik speel gewoon wanneer ik even zin heb om te tennissen. Deze is dus helemaal level 30. Robin, die begonnen we bij level 10 en die is nu level 11. Daar hebben we niet online mee gespeeld. Maar ja, dan moeten we dus even naar gaan kijken weer. En die gaat dus ook weer actief. Robin van Hees. Of Robin Nienkemper heet ze hier natuurlijk. En dan ben ik dus van plan om weer naar My Career te gaan. En dat we hier weer gaan trainen en kiezen. En dan kijken we meteen even naar de stats. We hadden toch al wat op serve gezet. Zie je dat? 34 op serve. Niet heel veel. Maar we moeten meer gaan denken ook om die serve. Ik zie ook dat we nieuwe dingen hadden unlocked. Maar ja, dan switchen we het nu gewoon om de hele tijd. Dat heeft nog niet zoveel nut. Active skill kan nog niet, want dan moeten we 3 fittings fixen. En op dit moment hebben we Rabal hier, hoor, voor de shot counter. Dat vind ik wel cool, want ik ben geswitcht weer naar onze allereerste manager, Mikolaj Karzewski, wat met geluk meteen de meest overpowered manager is die je kan kiezen voor online wedstrijden. Want die heeft gewoon op level 3 level 4 bedoel ik, dat je Diesel Hard Hitter en Fatality doet. Maar ik vind Shot Counter en Fatality vind ik ook heel vet. Dat vind ik ook wel heel cool. Dus deze fitting gooit dus wat op surf. En daar moeten we het maar mee doen. Het zijn nog geen mooie wedstrijden. We hebben 90 stamina. Dat betekent dat wij dit toernooi kunnen doen in Athene. Oh, camera was nog in het midden van F1-manager.
Dankjewel, guys. Dankjewel, dankjewel. Oh. Hoe jong ben je nu dan? Ik ben op dit moment... ik was in 2011... 2010, 2011 was ik 18. Dus dan ben ik nu... Toen ik zeg maar begon en... In mijn tienerjaren zat... Ben ik 31. Einde dit jaar ben ik 32. Milan die is in december alweer... Of in september is Milan Knol alweer 33. Poh, oh, maar dan valt nog wel mee. Als die allemaal ouder zijn. Alright, Robin Inkemper. Tegen Win Latta. Ze zijn altijd best wel beter. Level 15. En we spelen dus... Dan moeten we even dubbelchecken eigenlijk. Hey, iemand stuurt me ineens een friend request. Dat is droog. We spelen... Oh ja, we hebben trouwens weer heel veel nieuwe kleding... door de season pass die we hebben gekregen van 2K. Aangezien we deze game van 2K hebben gekregen. De Ultimate Edition. Rokjes houdt Robin niet zo van. Dus die zal niet in een rokje gaan. Die zullen we niet snel in een rokje zien. Ach ja, al die Gucci shit. Zweetbandjes. Wel een mooie zwarte tas hebben we nu. We hebben een stuk meer tas. Deze is wel heel cool. Moet toch een beetje zwart. En we hebben meer serveeranimaties. Maar die van Swiatek, die vind ik dus heel chill. Ik weet dat ze niet zo, dat de uitspraak niet zo is. We kunnen ook die van Serena nu doen. En we hebben ook de Powerful Serve. Maar die van... Dit is de... Raducanu return trouwens. Die heb ik ook veranderd volgens mij al. Van een ander. Van deze idol of deze female racket spin. Dat je daar staat. Raducanu die staat namelijk zo. En ik dacht dat is wel een coole houding. En daar is Osaka. Verder hebben we dus hier de precise forehand. Maar we kunnen nu ook Serena Williams haar forehand gebruiken. Dat is wel cool misschien. Verder hebben we natuurlijk de one-handed backhand. Ik ben nu geswitcht naar een tweehandige animatie die ik heb unlocked. De follow-through of de powerful. En ik wil eigenlijk ook voor Robin een tweehandige. Mij niet bellen, dan kan je naar mijn webs kijken. Is dat niet goed dan? Ik vind de follow-through denk ik het coolst. Dus die ga ik doen. Verder hebben we weer nieuwe pre-match animations natuurlijk, maar dat heeft niet zoveel nut. Zo, kijk, spierballen hoor, van Robin. Dat is meer verlegen schoolmeisje. Hier blazen een kusje. Ja, dat is typisch Robin. Maar vaak... Dan zou dat fout moeten gaan, eigenlijk. Oh, dat... ik kan dat echt, zegt Robin. Nou, hier, precies. Ik keek jullie toen jullie nog net 18 waren en zo. Holy shit, tijd gaat snel. Ja, klopt. Ik was 18, Milan was 19. Rond die tijd, zeg maar, dat het echt begon. En nu is het 31-32. Oh ja, Robin heet Malouf. Dat is waar ook. Jezus, die stance, jongen, van Robin. Ja, het serveren doet de AI dus nu ook heel anders. Dus het serveren wordt sowieso heel anders. Oh ja, dat vind ik wel een coole animatie. En ja, wij moeten eigenlijk op onze stamina letten. Want hun hebben veel meer stamina. Al helemaal dit soort gasten. Maar als je denkt dat we ze kunnen pakken, dan moeten we dat vooral gaan doen. Het is allemaal nog wat rustig altijd op dit early level. Oh shit, ja, die heb je. Is een reasonably high level dit. Dus laten we hopen dat we meteen door de eerste ronde kunnen komen. Gamer, zei Goofy al day. Nee, geen gamer. Kijk dan, met twee handen, wat een power. Zie je hoe snel die bal omhoog gaat bij de sur- Shit!
Robin die moest helemaal kreunen daar. Dus, Thomas die zei gisteren... Thomas die zei gisteren dat hij... Ja. Dat hij zijn grote teen stootte. Terwijl we Formule 1 race aan het kijken waren met z'n allen. En blijkbaar is die gewoon weer gebroken. Wat een brokkenpiloot, Thomas. Nee, grapje, Thomas. Wat ongelukkig toch elke keer. Hoe krijg je... Oh, kleinste teen. Oh my god. Nog ongelukkiger. Hij voelde hem nog wel, maar het deed allemaal raar. En hij kreeg tips van de chat. Maar nu blijkt het dat het ook nog is gebroken. De kleine teen. Kom op, Robby. Kom op. Hoe krijg je het voor elkaar? Oeh, die Serena Williams forehand, die voel ik wel. Oh, kut. Dat was heel slecht. Zo'n ander niveau dat het timen heel anders is. Maar, dat is goed van ons. Ja, shit. We kiezen voor een niet al te lage difficulty hier ook. Dit is dus die difficulty die je moet unlocken. Niet op het allerhoogst staat hij volgens mij. Want er is ook nog een moeilijkere difficulty die je kan unlocken. Die heb ik wel unlocked volgens mij ook. Maar dat was nadat we deze carrière mode starten. Maar dit is al vrij pittig helemaal als ik gewoon wil chillen. Pittig genoeg om lekker te chatten met jullie, te chillen met jullie. En alsnog proberen shit voor elkaar te krijgen. Yes! 6-3. Deed hij een Roberto Carlos tegen zijn bureau? Ja, ik vraag me ook af waar Thomas zich aan heeft gestoten. En wat er überhaupt precies gebeurde. Maar... Ik knalde vannacht tegen de tafelpoot en hoppa, continu steken. Vervolgens vandaag naar spoed gegaan en nu moet ik maximaal 6 weken met een tape om mijn teen lopen. Ja, pas op uw tenen. Pas op uw tenen. Oh, level 12. Maar wees blij dat het wordt geholpen. Ik weet niet wie dit was, though. Adrian LX? Wees blij dat het wel wordt verholpen en zo door de spoedeisende hulp. Robin die probeert het er namelijk gewoon af te lopen vroeger. Ook in de familie en zo. Shit, wat moesten we doen? Forehand power shots met good timing or better. Points with power shots. Oké, okay. Win matches and forehand shots close to line. Oh, easy, easy. Dat is easy. Zo, deze heeft veel power, maar wel minder speed. Level 15 zijn het, hè? Zelfs na mijn scooterongeluk was er niks aan de hand. En die heeft daardoor alleen maar meer en meer en meer gebreken. En dat hield natuurlijk niet goed. Nou, ik kan je zeggen, dat is ook niet. Ze laat goed zien wat niet de juiste manier is. Damn. Oh, wat kut. Dit wordt nog best moeilijk tegen deze vrouw, omdat ze veel power heeft. Dat bedoel ik. Die power. Kijk, 64 power. Alles gaat op power. Maar ik moet ook power shit doen voor mijn missies. Ik vind die drive double hand heel cool eruit zien. Animaties zijn zo cool in deze game. Probeer diegene langer met die power shots bezig te laten gaan. Dat hadden we nodig. Shit. Zo! Goed, kom op. Volle kracht tegenaan zat ik te jodelen. Ja, maar liep je? Was je aan het lopen even of zo? Wat gebeurt... Hallo? Shit. 3, 2,
Als we die hadden, dan liepen we weer goed. Nu moeten we sowieso even breken. Nou, dat is breken. Netjes. Like, ik heb wel eens een paar keer te korte shortcut genomen, weet je. Dat je daar keihard je teen raakt. Maar ik heb nog nooit gehad dat dan ineens iets verbrijzelt of zo. Dus wat moet ik voor me zien? Of verbrijzel je botten gewoon heel snel? Shit, 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 shit. Oh, we zijn er nog! Kut. Ik had niet de power shot moeten doen. That fucked me up. Kijk, nu als je te veel naar links wil om hem heel erg wijd te doen, dan raak je het net, zoals je ziet. Goed zo. We staan er nog goed voor. Malouf. Op zijn schots. Hallo? Nog niet bewegen. Ik heb nu al 3 van die foute punten aan haar gegeven. Dat ik denk van, dat kan wel. Maar... Robin is heel flexibel, daarom heeft ze geen botten gebroken. Ah! Shit, dat was niet slim van mij. Komt ze. Top spin shot. Oh, wat een misser. Match point. Kut, 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 kut. Oh. Raakte hem helemaal verkeerd. Yes! Die arts zei ook, een ongeluk kan elk moment gebeuren altijd. Ja, gek is dat, hè? Überhaupt. Ik snap niet dat mensen 80 kunnen worden in deze wereld. Weet je hoe snel je een ongeluk kan krijgen? Het zit in elk hoekje. What the fuck? Ineens een Nederlandse vrouw? Maar zeg maar niet een echte real-life tennisser. Maar ze hebben wel een Nederlandse tennister toegevoegd. Kelsey Hendricks. What the heck? Dat is zo droog. Level 20. Deze is zoveel beter dan ons. Hier gaan we het echt moeilijk tegen krijgen. We zijn ook zo vermoeid. We zitten al onder de 35%. Betekent dat als we spelen dat we ook extra geblesseerd kunnen zijn. Maar ja, fuck it dan. Fuck it dan. Hier, helemaal in het oranje ook. Net zoals ons. Wit, oranje en Nederlandse nationaliteit. Dat is zo droog. Zo, oké, die is zoveel beter. Als we hier zou ik echt voor moeten tryharden. Ik zou blij zijn als ik 50 plus word, zegt Thomas. Nou ja, zo zit ik ook, to be honest, hoor. Van, het is echt een wonder hoe mensen niet grote ongelukken hebben hun hele leven. Of dat er iets raars gebeurt. Of je kansberekening dat je gewoon iets krijgt. Daar heeft ook elk mens een percentage kansberekening voor. Of dat je precies op het juiste moment of op het niet juiste moment ergens bent. Holy shit. Kelsey is het helemaal aan het opfucken. Als we zo doorgaan, dan kunnen we haar wel verslaan. Of het nou met weer is of met andere mensen. Iedereen die met elkaar ongeluksvrij moet zijn. Shit, dit wordt moeilijk. Dan maar zo eentje. Shit. Geef ik haar wel veel optie voor een powershot. Ik kon zelf ook powershot. Nu moet ik echt geen powershot meer doen met hoe moe ik ben. Maar ik kan amper lopen als ik zo moe ben. Dus dit wordt heel kut. Ja, gelukkig kon ik die laatste nog terug doen. En daarom doet zij een powershot. Maar ja, nu wordt het wel steeds moeilijker. Want zij regenerate dus sneller. Maar... Oh my god. Hey Dani, hoe gaat het met jou? Malouf.
Ja, nog niet veel lichtjes, maar je mag van mij de licht inderdaad testen. Is het gelukt? Het is zeker gelukt. Wat een hoop kleur komt er van die licht af, joh. Jezus, de ene helft is heel groen en de andere helft is heel oranje. Het is niet normaal. Alles gaat zijn gangetje, Dani. Thank you for asking. Wat is dit voor clean sweep ineens? Nou, nu niet. En nu al helemaal niet. Oh my god. Ik ben er nog, maar ik ben zo moe. Hoe dan? Hoe dan? Are you kidding me? We hebben gewoon geen enkel punt gegeven aan de Nederlander op level 20. Oh mijn god, had ik niet verwacht. Nou, zo hebben we een prijs gewonnen. Robin Nienkemper wint een prijs. Gewoon Robin. Bradley Nijdam, die zegt jeugd op TikTok. Nou, weer de prijzenkast verhoogd. Dat is fijn. Dat betekent dat onze ranking hier omhoog gaat. Dat we ook weer nieuwe fittings krijgen. Maar die fittings die doen ons niet zoveel. We doen altijd de training. Shot type volley. Of ground strokes. Zilver kan nog niet. Doe dat maar dan. Ik wist nog wel dat je Minecraft Survival speelde met één iemand anders, zegt Ryan. Ja. Met een power groundstroke nu. Er staat toch hit with a power? Daar. Er stond net control, nu stond de power. Maar hij ging maar niet kapot. Nu weer control. Oh, oké. Okay. Deze vind ik zo irritant. En nu power. Lukt niet. Ja, goed. Control, denk ik. Yes, en nu power. Kom op. Uh-oh. Yes. Control. En power. Ah, we doen weer hetzelfde. Goed zo. Twitch Mobile App heeft dus een nieuwe update en hij is vreselijk. Ja, heb ik vernomen dat die echt niet te doen is. Die hebben we opnieuw. Dan zou ik die target drills moeten doen. Het is misschien wel slim om die target drill te doen, maar zit er wel dan onder de 35%. Maar ik doe het. Is het net TikTok of zo? Ja, klopt. De populairder worden populairder nu. Ik vind het wel een beetje jammer. Bradley zei nog op TikTok, wist echt niet dat je nog video's maakte, maar de Minecraft tijd was echt een vibe. Yeah man, altijd gedaan. Sinds die tijd, elke dag gedaan. First set, Maloof to serve. Play. Maloof. Moeten al die targets hitten, nou ja. Oh. Dat moet wel lukken, dacht ik zo. En wanneer we die hebben gehit, dan is het ook meteen gewoon klaar. Damn. Dat was het laatste, anders had ik hem in één keer. In one go. Nu moeten we haar laten serveren. Oh, verneuk ik het alsnog. En gelukt. Ja, de TikTok-app is... de Twitch-app is helemaal veranderd als een soort TikTok-app inderdaad. Oh ja, we hadden natuurlijk weer skills die we kunnen toevoegen. Ik denk dat we dit gaan doen. En ik wil toch het serveren een beetje uppen ook. Boom. Ja, het moet toch. Het moet toch. En de fittings wil ik eigenlijk gewoon wachten op level 2 fittings nu, want ik ben hier wel tevreden mee. Een hele goede nacht, Philip. Hoe gaat het met jou?
Alles goed deze week? Als wij rusten tot december, dat is het laatste stuk van het seizoen, dan hebben we 93%. Nou ja, kunnen we wel even doen. Maar we kunnen überhaupt niet naar de TS-finals. Dat is dus het toernooi voor die hele TS 250. Dan moet je in de top 8 komen van die ranking. Dus moeten we het hiermee doen. Dit is Silvertier. Die zijn nu ook unlocked. Alle Silvertiers zijn unlocked door onze nieuwe status. Love it. Betekent ook alleen maar dat het weer sneller gaat. Wat moet ik ook weer doen? Oh, groundstrokes met good of perfect timing. Maakt het ook uit of ik het met powershot doe of niet? Nee, dat maakt niet uit. Oké. Dat is ook goed. Zolang het good en perfect timing is, mag 10 keer falen. Vind je het verschrikkelijk, die app? Ja, dat doet Twitch dan niet goed. Want ik las op het internet dat de meesten hem ook verschrikkelijk vinden. Is dat dan omdat we die stijl niet gewend zijn? Of is hij echt verschrikkelijk? En hallo even, Rockboy. Dat is kut. Alles gaat oké, Philip. Thank you for asking. En wat fijn dat het allemaal goed gaat. Heb je ook vakantie of iets in die richting? Nou, dit lukt ons makkelijk. Snelle XP verdienen, noem je dit. Kom maar door. Oh, daar ging even fout. Staat er ook echt net naast. En naar de volgende. Boom. Moet zo meteen twee dingen kijken. Nou, lekker toch? Geniet ervan. Zo belangrijk is dat ook weer niet, die wedstrijd. Het is al voor functies. Surf en score 11. Geef wel XP. En het is heel dichtbij. Geef me niet heel veel minder stamina voor de toernooi. Als ik meteen een toernooi wil doen hier in januari. Dus I like it. Degene die serveert in dit potje. Als die een punt maakt, dan pak je een punt. Maar als hij een punt maakt, dan begint hij met serveren. En heeft hij geen punt voor... Ik wou bijna zeggen voor die. Maar moet ik nou tegen een man? Dat is oneerlijk. Door jou ben ik Linkin Park geluisterd. Yes, let's go, man. Daar zie je hem. De man met de vlammen tattoos. Shit, dat was mooi geweest als ik hem daar in één keer had. Oh, dat ging niet zo lekker. Thank you. 2-0, Maloof. Uh-oh. Ja, die geef ik letterlijk op een... Dienblad. En nu zie je dat het 2-0 blijft, omdat nu mag hij gewoon serveren. Maar tijdens zijn serve kan hij nu gaan scoren. Dus als we hem meteen breken, blijft het ook weer 2-0. Dan mogen wij weer punten scoren. Maar op dit moment is het gewoon zorgen voor dat hij geen punt pakt. Ik maak altijd heel veel filmpjes over Linkin Park. En dat is common knowledge dat ik mega Linkin Park fan ben en was. Daarom zie je ook alle Linkin Park posters hier. Zo, damn, feisty woman. Robin dacht trouwens dat het aan beide te maken heeft met het niet wennen aan de app en huge difference. En misschien is hij wel gewoon een beetje kut. Ik snap het design waar ze voor gaan, maar not sure if it works. Voor deze update kan ik makkelijk vinden naar streamers die niet bekend zijn. Ja, precies. Het voelt meer nu als of alle populaire streamers alleen maar populairder worden dan. Ik snap het. Brengt meeste inkomsten ook voor Twitch zelf. Maar jeetje, mina man. Discoverability. Het zijn zoveel mooie, coole mensen die coole dingen maken. Maar
Komt goed. Zo. Die bleef gewoon in. Dat is nu zo risky als je zo zijwaarts serveert. Maar natuurlijk probeer ik mijn serve wat hoger te krijgen dit keer. Beetje een allrounder wil ik maken die kan counter shoot. Dat lijkt me heel vet. Een allrounder. Robin de allrounder. De alleskunner. Ja, wanneer doe je mee aan dat programma? Oh ja, klopt. Wat Rutger trouwens zegt is dat als je in ieder geval op Android wilt teruggaan naar de oude app, dan kan dat gewoon. Want de Play Store en zo, die heeft dan zo stacked updates, zeg maar. Dus als je dan de updates verwijdert, dan kom je op een soort baseline model en die heeft nog niet de nieuwe layout. Oh, dit was de finals natuurlijk. Ja, nou ja, dan maakt het al helemaal niet uit, want we moeten nu wel rusten naar het volgende seizoen. This season is now over. And it could have gone better. Hey now, even some of the all-time greats had a rough year now and again. But yes, we would definitely expect. Ik heb deze toch gehaald, deze ground strokes, maar er staat nog geen doe het opnieuw. Kijk, hier staat doe het opnieuw. Nou ja, dan doen we het nog een keer. Dan krijg je. Oh, dit is anders. Oh shit. Never mind. Dit was die niet. Oh, dit was zo kut. Huh? Oef. Ik moest zelf wel downgraden. Oh, jij moet sowieso downgraden via daar. Oh. Shit, ik moet eerst die doen. Ik had dat niet eens door. Ik dacht dat je nog kon downgraden op het ding zelf, joh. Maar jij downgrade gewoon naar een oudere versie. Oh. Dat had ik ervan begrepen, Rutger, gisteren. Dat je dat bedoelde, maar... Sorry, misunderstood. Verkeerd begreep. Kom op. Je kan wel tellen, Sander. Kom op. Eerst heb je het nummer 1. Dan komt het nummer 3. Dan komt A. Hoop. Dan komt... Pardon. A. En dan komt X. Boom. En zo tel je tot 10. Ja, ga ik dan voor een special event? Deze twee, dan blijf ik wel heel netjes op mijn... op 98% als ik Athene doe. Dat vind ik wel prima. Oh, dit zijn ook weer highlights. Volgens mij kan je ook nog altijd je manager taken hier goed doen. Dus dat zou nog beter zijn dan ook. Maar ik weet niet wat mijn manager nu opnieuw mij gaat aanbieden als ik mijn manager level. Maar mijn manager die geeft volgens mij ook op een gegeven moment stat boost. Het is altijd zo mooi als je dit in één keer kan doen. Maar ja, het niveau staat dus op expert. Die je moet unlocken. Wat wel heel grappig is, is als de servers van deze game offline zijn, dan moeten games echt niet te vaak gaan doen. Dan kan je ook niet de hogere difficulties meer kiezen. Want hij weet niet dat je dat hebt unlocked. Omdat alles basic is. Als dingen server-side worden gelimiteerd, dat betekent dat je over een tijdje heb je niks meer aan deze game, in a way. Je hebt er nog wel wat aan, maar... Dan zouden ze dat wel moeten unlocken. I mean, ik dacht, nou, dan speel ik wel even offline op Legend niveau bijvoorbeeld. Een potje verder tegen Agassi of zo. Kan niet. Dat is allemaal weer lockdown.
Ook al die hogere difficulties. Kijk, ik heb expert heb ik even unlocked. Ik heb ook legend unlocked. We spelen nu op expert dan. Maar die twee, die kan dan niet meer. Daar zit dan weer een slotje bij. Alles is dan weer gewoon locked. Ja, ik ben ook heel bang dat dat de standaard gaat worden. Maar dat is wel heel creepy. En heel eng. Natuurlijk zullen we veel meer verdienen als we de TS500 Cup gaan doen. Maar zouden we dat op expert difficulty kunnen doen terwijl onze stats een stuk minder zijn? Als we dat namelijk denken dat we dat niet kunnen doen, dan verliezen we uiteindelijk alleen maar meer XP. Maar ik ga het toch proberen. We moeten toch meteen bij het begin van het seizoen kijken of wij tegen deze level 20's kunnen. Het is wel level 20, dat was ook bij die TS250 in de finale. Ja. We own nothing. Nou echt hoor. Heb dan wel echt het enge gevoel dat we binnenkort voor producten gaan betalen. En dat je dan gewoon helemaal niks ownt. Oh, ik moet nog 5 punten winnen met powershots. Oké. Maar je betaalt er wel dan keiveel voor. Dus dat is toch sad, joh. That's pretty sad, man. Jezus, alweer. Een hele goede nacht, Zikon Games. En Live Chasey zegt, wat vind je de beste ondergrond van tennis? Ik vind zelf het leukst om Wimbledon te zien in real life. Dus gras, basically. En voor deze game, I don't know, man. Ik voel niet heel veel verschil er wel. Het nadeel... Oh! En nu power! Yes! Smaakt naar gravel. The next level. Ach, meneer Sluiter weer. Ik heb als nadeel dat we met power shots basically bezig moeten hieren. Want dan kunnen we die manager upgraden. Maar als ik dat te veel doe, dan is mijn stamina veel eerder op dan bijvoorbeeld deze vrouw. En dan wordt het al helemaal moeilijk voor mij. We beginnen wel knap, maar dat was weer geen power shot volgens mij. Ik moet wel met control shots bezig gaan. Oh my god. Oh, wow. Daar had ik al niet meer op getimed dat ik die kon hebben. Shit, dat ging niet goed. Die ook niet. Oh, die was zo slecht. Nu dan! Power shot! Let's go! Maloof. Dankjewel Ryan voor de roos op TikTok. I appreciate you, man. En wat leuk dat je even die nostalgie kan relive. Je bent altijd welkom om te chillen en te chatten over wat dan ook. Kan over van alles gaan. We zijn namelijk live op Twitch ook. Dat is onze main livestream, de Twitch stream. En je bent altijd welkom om op welke dag dan ook te chillen. Dat was jammer. Maar we gingen wel weer lekker zo. Slicey. En dan power! Let's go. Oeh. En power! Gras maakt surfen, volley, tennis heel rendabel. Niet zo fan om te zien. Ik kijk het liefst naar tennis op gravel. Iets langere rallies over het algemeen. Ja, ik vind gras dus super cool. Mijn minst favoriet om naar te kijken was altijd Roland Garros van alles. Ik vond de American Open ook altijd leuk en de Australian Open ook. Wimbledon was altijd mijn highlight en Roland Garros vond ik heel saai.
Dat sucks. Oeh. Noori keek altijd als klein ventje naar mijn Sea of Thieves video's. Wow, dat is een gekke. Normaal dan hoor je mensen als die voor de nostalgie even komen van... ik ken je van, weet ik veel, dagelijkse day 2011. Hoe noem je dat? Far Cry of Max Payne 2012 is dat, weet je. Of The Last of Us 2013. Vaak komt het niet veel verder dan dat. Maar als klein ventje keek je naar Sea of Thieves. En dat was 2017 toen dat uitkwam, Sea of Thieves. Dus dat is ineens heel ver, heel veel verder in de tijd, zeg maar. Dat is gewoon basically modern Spooky 1611. In a way. Zie ik dat nog steeds als de modern era Spooky 1611. Dus dat vind ik leuk dat je dat kon melden. Dat je daar... nostalgische herinneringen aan hem. Ja. 21 jaar op deze aardbol snap ik nog steeds niks van tennis, van hoe het gaat of moet. Regels. Het is eigenlijk heel simpel. Het is wel een van de simpelste sporten wat dat betreft qua regels, vind ik zelf. Dat we deze hebben verslagen is al nice, maar ik denk dat we van deze vrouw verliezen omdat zij 75 stamina en speed hebben. Herinner je je Rayo Vallecano nog? Ja, is ook modern Spooky 1611 era. Oké, klein ventje, ik was 13 toen. Ah, kijk. Dan snap ik in je leven, zeg maar, met 7 jaar eroverheen bijvoorbeeld, snap ik wel een beetje hoe dat... overkomt. Wow. Ja, het enige wat er mogelijk een beetje de gek uitziet is inderdaad de extra space aan de zijkanten. Want basically is het speelveld gewoon alle lijnen die je ziet aan de binnenkant. Oh, damn. Dat was kut. Verder bij elk gebeuren. Nou, hier is het dan 1-0, 2-0 en zo. Maar is het normaal bij tennis 15-0, 30-0, 40-0? Nou, en na 40-0 dan maak je een punt. Als de ander ook 40 maakt, dus dat het in één zo'n game 40-40 is, dan heb je de juice. Oftewel, dan moet het met 2 punten verschil. En eigenlijk is dat de leidende draad bij alles in tennis. Dat het met 2 punten verschil moet. Ook in een tiebreak zoals dit. Nu staat het 2-2. Als het 6-6 stond, moet het ook met 2 punten verschil. Maar mocht het 40-40 worden, wat dus eigenlijk om... Je zou het kunnen omrekenen in een soort 3-3 in één game. Dan krijg je dus juice. En dan als je dan een punt maakt, dan lukt het niet meteen om de game te pakken. Maar dan is het advantage voor die persoon. En als hij daarna nog een keer een punt erachter pakt, dan wint hij dus met 2 verschil. En dan gaat de game door. Ja. En dat is heel simpel. Verder heeft iedereen zijn serve game. De ene keer mag de ander serveren, de andere keer mag de ander serveren. En dat kan in je voordeel zijn als je serveert. En als je, zoals deze persoon, op iemand anders zijn serve het heel goed doet en een punt pakt, dan breek je diegene. Want het wordt in het algemeen wel verwacht dat als je serveert, dat je een beetje de overhangende persoon bent voor die game. En dan is het extra knap als iemand stabiliteit erin kan brengen wanneer iemand anders serveert. Maar omdat dit een carrière-modus is, hebben we nu nog niet zo op hoog niveau cupjes doen. Dan wordt het gewoon een tiebreak vanaf het begin.
En dit is een super tiebreak. Die gaat tot iets meer getal. Dus nu is het 5-5. En ja, de tegenstander heeft een veel hoger level. Maar we proberen het gewoon op een van de hoogste niveaus van de games. Van de game bedoel ik. Oeh, topspin. Oh. Boom. Dat betekent dat we nog even door moeten. Tot de 11. En dan hopelijk zitten twee verschillende punten in ons voordeel. Oeh. Ja, Robin Nienkemper doet het heel goed. Dat had ik niet verwacht hoor, bij deze TS 500 Cup. Ik had verwacht... Maar misschien ben ik zelf ook weer wat beter geworden, maar... Toen we zeg maar op de hoogste normale difficulty mijn carrière modus deden, had ik bij het begin wel echt even moeite om er doorheen te breken. Ik denk dat ik wat meer heb geleerd van al die online wedstrijdjes zoals ik je liet zien. Waar we wel een hele goede win rate hebben. Dit is alleen wel echt een nadeel, want je ziet mijn stamina vergeleken die van haar. En de stamina loopt gewoon door in de hele tiebreak. Dus ja, dit kan de verkeerde kant nu op gaan. Dat is heel fijn, want dat betekent dat we wat rust krijgen en dat ons stamina bakje bijna weer vol is. Moet wat meer control shots doen. Ik deed te veel in haar. Deed te veel in haar kracht. Shit. Ik hoopte dat ik daar perfect kon timen, maar nu hebben we dus weer last van stamina problemen. Terwijl zij 75 stamina hebt, dus het valt niet tegen de stamina op de box. Dit is wel nice. Goed getimed. Matchpoint. 3 matchpunten. Oh, die gaat hem daar doen. Power. Nee, dit gaat niet goed komen. Oh, ik ga hier zo dood. Ja. Ik had hem niet nog een keer daar moeten doen. Het is nog niet over. Shit, shit, shit. Nu dan! Nee! Gaat te ver naar het midden. Voor Minecraft Rust video is altijd leuk. Wat een nostalgie. Dat heb ik niet vaak gedaan. Maar ik heb wel een keer meegedaan en toen werd ik zo uitgescholden als noob. Omdat ik nog steeds een Minecraft noob ben. En toen ben ik er maar mee gestapt. Spooky Noori, hier kan je ergens doneren. Ja, in de beschrijving staat als het goed is donatie gebeuren. En op Twitch heb je zelfs een donatieknop. En kan je uitroepteken donate in de chat doen. Maar... Als het goed is, hangt een beetje van welke stream je aanklikt. Staat het in de beschrijving? Ik zal even voor je kijken, überhaupt. Want ik heb natuurlijk twee livestreams op YouTube draaiende. Eentje met een horizontaal, of een verticaal en de andere horizontaal. En het zou technisch gezien... Ah, je kijkt daar. Ja, daar staat ook doneer in de beschrijving op de verticale livestream. Ja, daar staat het doneerlinkje. En staat op die andere ook een doneerlinkje? Hallo Dark Instinct trouwens. Die zei hallo op de horizontale stream. Ja, daar staat ook een doneerlinkje. Ja, ze staan op beide gewoon. Nice. Dat heb ik goed gefixt. Kijk, dit level... Hier levelen we echt heel goed. Ligt het aan mij of is die Minecraft van jou grijs-wit? Huh? Die Minecraft van jou grijs-wit? Oh ja, ja, klopt. Die is grijs-wit. Die launcher is gewoon grijs-wit. Ik bedoel zwart-grijs of wat dan ook. Je bedoelt in mijn taakbakje. Mogen we ook een diagonale stream op Twitch? Nou, met die nieuwe app, wie weet gaan ze dat wel supporten of zo. Dan als we ooit hier glasvezel krijgen of als ik ooit ergens woon met glasvezel met Robin, dan doen we een miljoen streams doen we met overal naartoe.
Dan kan je overal kijken. Facebook, Instagram, TikTok. Overal kan je horizontaal, verticaal kijken. En dan met meerdere canvases. De Windows launcher is in kleur. Ja, precies. De Java launcher is tegenwoordig in deze kleuren. De Microsoft Windows launch. Die gebruik ik alleen niet, want ik speel graag Java Minecraft. Finale is dit nog niet. Jawel, dit is de finale tegen mevrouw Brown. En zij is level 28 en kijk naar haar stats. Nooit dat het ons gaat lukken. Nooit. What the heck? Ineens moeten we tegen level 28 met 91 power en 91 surf. Dat is al een kijkje in letterlijk gewoon Pro Tour. Level 30 is de max. Zij is level 28. Ja, damn. Als we dit winnen, nou, dan eet ik mijn schoenen. Never. Alles gaat oké, Jason. Hoe gaat het met jou? Leuk dat je er weer even bent. Hier moet ik zo op hopen dat ik... Wow, ze klinkt als Serena Williams. Doei. Never, man. Never dat ik dit... Gaan we. Deze Brown die gaat dit heel makkelijk doen. Wat een verschil met de rest van het deelnemers. Heel groot verschil met de rest van de deelnemers. Die kiest gewoon die cups en die denk ik doe gewoon mee. Dit is hoe ik mij voel als ik online speel. Ah nee, ik niet. Ik ben dan waarschijnlijk diegene die dat tegen jou doet, Rutger. Als ik online speel. Maar ja, ik begrijp je feeling, man. Fuck! Dat had ik even niet zo verwacht, dus ik stond daar iets te veel. We staan gewoon op trial, maar kijk dit. Ik moet echt hopen op bepaalde momenten dan. Ik moet control shots doen. Ik kan niet meteen mijn stamina verneuken. Moet ergens een plek vinden. Goeiedag, joh. Oh, shit. Die gaat. Toch een power shot geprobeerd. Je poetje, katana. Dat was zoveel geluk. Damn! Ah, shit, sorry. Ook veel te moe. Misschien ook wel fijn om nu even eentje... Op 5-5. Oh, mevrouw Brown. Oh shit, oh shit. Ja. Dan moet je een hoek eigenlijk kiezen. Kan je niet in het midden blijven staan. Met mijn return daar. Power, 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 power. Ah, die duurt me te lang. En nu hebben we amper stamina. Dus daar gaat ze. Oh! Oh, wow. Ik denk, ik doe meteen een dropshot. Maar dan moet je echt niet doen als je moe bent. Dan is het done. Dan is het done deal. Oh, shit.
Wat een nostalgie. Zou je voortaan weer volledig gaan kijken? Zet hem op kerel. Dankjewel, Doeri. Je bent de baas. En dankjewel voor supporting, man. Thank you for keeping Spooky 1611 alive. En je bent altijd welkom om te chillen, man. You're always welcome to stay. Het is altijd gezellig en iedereen is welkom. Pim die zegt op YouTube, keek je vanaf je nek video's. Damn! Yo, wat een unieke gameplay truus, man. Ineens nek. Begin PlayStation 4, 2014. Dat is ook weer een hele andere tijdperk. Dat is net na mijn burn-out dat hij is begonnen met kijk. Dat is zo sick. Hoe iedereen wel weer iets anders hebt. Ik heb nu zeg maar zoveel verschillende gehoord. Dat je kan bijna een tijdlijn maken van 2011 tot nu. En ja, er komt bijna van elk jaar wel iets van een hoogtepunt. Daar doen we het voor. Yo, dat was echt onage. Ze heeft 2 matchpoints. We hebben goed gestreden. We proberen het nog, maar... Maar nu gaat het naar haar. Ze mag zelf serveren voor de win. Oh my god. Oh. Heb je ooit een video gemaakt? Oh! Wat? Nu hebben wij een matchpoint. Uh-oh. Timing. Goed, mijn schoten timen. Shit. En nu power! Ja! We hebben hem gewoon... Hoe hebben we deze cup nu al gewonnen tegen level 28, terwijl wij level 12 zijn? Wow. Holy shit. Dat had ik niet verwacht. Jason heeft weer al nog altijd migraine, jammer genoeg. Oh, Jason. Wat kut. Hoe hebben we dit gedaan? Die Robin, die kan nog wel een grote worden in het tenniscircuit. Het is echt een pittig niveau dit, hoor. Maar ja, zoals ik al liet zien met mijn... Met mijn eigen status van mijn eigen poppetje. We winnen ook wel veel. Wow, yo. Ik ben ook helemaal vergeten om die coach te levelen waarschijnlijk, ja. Waardoor we nog een tijdje niet... deze shit aan het unlocken zijn. Nog steeds level 1 fittings. Nu moeten we forehand shots met perfecte timing. Win punten met forehand power shots. En finish een wedstrijd met quality of play 60%. En forehand shots that land close to a line with good timing or better. Maar dan moeten we wel forehand 60 required. Oh, ja, shit. We unlocken hier al... fuck. We moeten die forehand heel snel gaan levelen. Heel snel gaan levelen. Zo. Confirm. Want anders dan kan je die skills niet doen. Dus als ik hier nu kijk naar deze meneer. Hier hebben we al shot counter. Als we dus 4 keer een wedstrijd finishen met quality of play 60% of hoger. Die shot counter gaat ons flink helpen dan. Want ik gebruik nu al control shots heel veel in plaats van power shots. Hier moeten we 60. Forehand 60. Dus dat fatality gaat nog even duren. Moeten we sowieso 2 levels hebben. En als, dan kan ik er wel 10 punten op gooien. Van de 12. Als we level 15 zijn. Maar dat gaat dus nog even duren. Hier hebben we ook weer dat we deze niet hebben gedaan. Ground strokes. Nou ja, dan gaan we door. Blij dat je nog bent. Ik hoop dat je nog steeds mensen net zo vrolijk mag maken als je mij toen hebt gemaakt. Keep up the good work. Hey, thank you, Pim. Dat hoop ik zelf ook. Dat is alles wat ik hoop. Dat ik dit gewoon leuk kan blijven doen. En altijd leuk om te horen als er toch
ergens een momentje was dat het echt even lekker wegkeek of wat dan ook, weet je wel. Dat je iets hebt gezien wat je toch heel entertaining vond. Zal in al die jaren wel veel uren zijn. Meer dan dat je, dan dat ik zou beseffen, zeg maar. Hoeveel uren mensen ernaar hebben gekeken. Naar alles in het algemeen. Met dagelijkse deden erbij, maar zelfs nog voor Nederlandse commentaries maak. Zoveel filmpjes gemaakt van tussen 2004 en 2010. Like, zoveel mensen die dat dan hebben gezien. Best wel veel content die je de wereld in pop van, hey, dit hebben mensen ooit wel een keer kunnen zien. Of iemand die vond iets heel vet. En dat het dan toch je een soort van raakt. Ja, bizar. Hoe dat kan over al die jaar. Dat is natuurlijk nog veel hoger bij echte megapopulaire mensen of bij Hollywoodsterren en hun films of wat dan ook. Maar toch, zelfs zo over het internet. Dat is echt bijzonder. Wel mooi. 14% energie hebben we dan over. Ik denk dat ik de special event niet ga doen en dat ik ga rusten. Tot april. Ik wil weer 100%, denk ik. Of niet? Ja, ik wil 100%. Fuck de ranking. De ranking kan nog wel even wachten. Dat is wel cool. Yo, womp womp. Womp womp womp. Shit. Dit vind ik altijd wel grappig, omdat je dat getal daar aan de bovenkant, rechtsboven, of linksboven, damn, die multiplied zo leuk. Hoe die score dan zo omhoog gaat. Vind ik altijd zo cool. Hoe kom ik daar? Of doe ik dit gewoon helemaal verkeerd? Ik denk dat ik dat verkeerd doe. Of ik doe de verkeerde... Ja, kijk, ik kom daar dus niet, hè? Of ligt dat aan mijn controle? Nou, hoe dan ook. Dan maar die. Die lukt mij wel. Dat ziet er heel satisfying uit. Dat weer keer 4. En dan zijn we er dan. Alles gaat oké, womp womp. We gaan er met jou. Robin is al een hele grote. Ben je weer grapjes aan het maken over je fysiek? Nee, grapje hoor. Dat is in de zin van, het is niet een dik naar je fysiek. Maar omdat jij dat zelf zo vaak doet, waar ik het altijd zo oneens ermee ben. Niet wow zeggen. Ik ben het altijd daarmee oneens. En dat is ook zo. Maar omdat je dat zo vaak doet... Ik hoorde het nadat ik het zei, dat wel. Dat het op die manier opgepakt kan worden. Maar dat is totaal niet hoe ik het bedoel. Want ik bedoel het gewoon vanuit je eigen standpunt. Omdat je altijd van dat soort type grapjes maakt... vroeg ik gewoon van, is dat zo'n type grapje naar jezelf? Daar zou ik best wel sad van worden namelijk. 91%. Ja, why not? Fysiek worden met dik. Nou, Arjen Robben wou wel fysiek worden met dik in 2004. Ja, snap ik dat je daar gek van wordt, Jason. Ik haat migraine. Ik heb het al heel lang niet gehad, maar... Ik vind het echt verschrikkelijk. Was oprecht een reactie op Rutger's comment, niet een dubbele betekenis. Oké, okay, ja, nee, dat is alles wat ik vroeg, was echt niks. No harm in it. Dan had hij een advocaat nodig gehad. Oeh, scherp. Robin kreunt niet zoveel, hè? Dat hebben we echt best laag gezet. Bij tennis kreunen ze sowieso... veel meer dan vroeger. Maar... het komt echt alleen bij perfecte serve, volgens mij. Hier niet. Dat zijn allemaal power shots die ik daar doe. Oh, kut. Ja. Oh!
Hij is al helemaal moe, dus ik hoop dat hij het netje gaat raken als hij nu een powershot doet. Kijk hem rennen. Kijk hoe die redt. Zo druk. Jonge Rob als beste speler en dan wisselen voor Paul Bosveld. Ik kreeg die wedstrijd laatst in mijn recommended. Ja, verschrikkelijk. 19-jarige Anje Rob was zo goed op dat toernooi. Dat was gewoon niet leuk ook. Want het was zo enjoyable om die wedstrijd te zien. En hoe die allemaal lekker aan het dartelen was en zo. En dat gaf echt het Nederlands elftal, wat veel oudere namen had, echt een enorme boost. En dan is hij zo lekker bezig, niet geblesseerd. En dan loopt het daardoor lekker tegen Tsjechië. En dan haalt hij hem eraf. Nou, dan krijg je dat gebeuren met Koller die hem teruglegt naar Baros. En dan krijg je ook nog die last minute goal. Ja, ik vond dat niet fijn. We gingen wel door, maar de wedstrijd was verschrikkelijk. Dat gewoon een blijvende herinnering is geweest van zoveel mensen. Überhaupt vind ik jonge Anje Robben echt underrated. Ik vind het heel zielig dat ze... Ja, natuurlijk ben ik al fan sinds de Groningen naar PSV dagen. Maar ik vind het echt een beetje zielig dat, zeg maar, bij Bayern München begon het allemaal, zeg maar. Toen werd hij een goede speler. Nee, voor mij was dat daarvoor ook al zo carrying in zoveel momenten. Tuurlijk, dus het meest stabiele seizoen heeft hij bij Bayern gehad. Dat is zeker waar, maar om hem dan niet goed te noemen tot voor dat moment, dat vind ik zo raar. Ook die wedstrijd die ik op Discord had gedeeld, man. Die Chelsea Fulham of zo. Of wat, tegen wie het ook was. Man. Als je hem daar ziet voetballen, dat is zo fantastisch. Zoveel drive. En je hoort de commentatoren het ook gewoon zeggen. Dat hij degene is die dan Chelsea vooruit drijft en zo. Maar om gewoon al die moves te zien. Zelfs de dingen die falen. En dan gewoon... Dat is hoe... Ik kreeg helemaal weer flashbacks met hoe ik als wat kleiner ventje... Ik was niet kleiner, maar wat, ja, wel eigenlijk. Want ik was natuurlijk gewoon 13 in 2005. En het was rond die tijd. Dus toen ik 13 was, weet je wel, early teenage years. En dan hem zo zien dartelen over het veld. Ja, dat gaf mij zoveel coole vibes. Dat ik werd weer helemaal teruggestuurd gewoon naar die tijd. Gewoon puur door het kijken naar dat soort highlights. Omdat ik heb die wedstrijden met zo'n hele nare... ouderwetse illegale livestreams voor de Premier League heb ik elke Chelsea-wedstrijd van die seizoenen, van dat soort seizoenen gezien. En dat je dan elke keer tijdens de wedstrijd wacht op al die verschillende acties van Arjen Robben. Oh, dat was een soort programma of zo. Ik weet niet meer hoe het programma heet, maar dat was een soort programma waar je illegaal voetbal kon kijken in de midden 2000s. En ja, Premier League hadden wij hier niet, dus dan moest ik het maar illegaal doen. Sorry, but I have to admit it. Maar dat was ook nog zo'n grappige peer-to-peer tool of zo. Dat heb ik heel veel wedstrijden via gekeken. Dat was eigenlijk voor mijn tijd qua het bewust volgen. Ja, precies. Voor mij was dat al helemaal... Dat was mijn begin voetbalbewust volgperiode. Ik vond dat fantastisch. Ik vond dat echt fantastisch. Maar om dan dat allemaal weer zo in de highlight terug te zien, al die verschillende moves, dan denk ik, ja, was ook gewoon zo'n fucking... Helemaal als je het vergelijkt met sommige talenten, nu ook met hun dribbles en snelheid, dat ik denk, jezus, je kon het gewoon vanaf het begin zien, hè. Dat hij dat in zich had, of dat hij dat had. Ik vind jonge Arjen Robben daar echt underrated in. Hij had zo'n hele coole, jonge drive. Van hem later technisch beter worden, nog. Maar hele jonge Anje Robben, die had echt veel agility, zeg maar. Dat je echt denkt, holy moly. Die later een klein tikkie kwijtraakte. Hij behield wel heel lang zijn snelheid, maar die agility drive, zeg maar, die verloor die een beetje. Waarschijnlijk ook door de miljoenen naalden in zijn lichaam en de miljoenen blessures en dergelijke. Werd hij iets houteriger van. Maar ja, hij had nog altijd de ultra-explosiviteit natuurlijk. Maar later werd hij wat volwassener en maakt hij net even wat vaker
effectieve keuzes en net even wat betere techniek ook met schieten nog uiteindelijk, weet je wel, dat soort dingen. Hij speelde altijd vanaf links. Alhoewel hij bij José Mourinho wel vaak in het midden van de wedstrijd, dat ze als ze er niet doorheen kwamen in dat eerste kampioenschapsjaar, dat Chelsea voor het eerst in hun leven kampioen werd, dat hij dan als Damien Duff, wat de andere winger was, dan bijvoorbeeld op rechts speelde, of Joe Cole, die Engelse winger, die nog zo'n mooie volleygoal maakte op het WK 2006, dat ze dan in het midden van de wedstrijd gingen wisselen. Ja, precies. Hè? En vroeger was dat gewoon normaal. I mean, het was super abnormaal als een linkspoot op rechts ging. Dat werd nog als raar gezien. Maar bij Chelsea ging Robben alsnog vaak dus vanaf de rechterkant, hoor. Daar deed hij het eigenlijk al. Uiteindelijk op zijn 23e ging hij natuurlijk naar Real Madrid. Bizar. I mean, voor mij was hij al zo doorgewinterd. Maar hij was nog maar 23, ging naar Real Madrid. En in dat eerste jaar zetten ze hem er elke keer in vanaf links. En toen in dat tweede jaar de wedstrijd tegen Villarreal was de allereerste wedstrijd waar dat gebeurde. De allereerste wedstrijd dat hij in de basis stond en dat de coach zei, jij komt vanaf rechts. En dat was doordat Arjen volgens mij dat ook zelf aangaf van, ik kan ook op rechts spelen. En ja, ik weet de wedstrijd gewoon nog als de beste van, hey, Arjen die laat ze nu vanaf rechts. En wat Arjen Robben die wedstrijd deed, ik geloof dat daardoor hij ook op rechts mocht blijven spelen. Want het was uitproberen. Ik volgde natuurlijk alles rondom Real Madrid en wat de coach zei en zo. En dan was echt zo van, we gaan dat uitproberen. Robben startte vanaf rechts. Nou, en toen tegen Villarreal, toen deed hij... Nou, kan je dat wel vinden? Volgens mij wel slechte kwaliteit. In 2008, 2009 seizoen, dat is dus het seizoen voordat hij naar Bayern ging. En hij heeft dat hele seizoen vanaf rechts gespeeld en dat ging niet normaal goed bij Real Madrid. Ook pre-season met Ronaldo en Benzema ging fantastisch bij Real Madrid. Robben mocht er als enige Nederlander nog in. Sneijder en Van der Vaart en zo allemaal op de bank. Daar deed het ook goed. Maar dit was in die testwedstrijd. Van laten we maar eens op rechts doen. Dat is hele slechte kwaliteit. Je gaat het waarschijnlijk zien. Toen deed Robben dit. Toen deed hij... En toen deed hij... Boonk. En toen zo in de verre hoek. En toen was iedereen van, wow, what the heck. En je ziet ook bijna aan de celebration dat het nieuw voor iedereen is. Zo van, holy shit. Pepe die daar nog, yeah, doet. Huntelaar in de spits. Pepe die iedereen omarmt. Ja, en dat heeft het toen veranderd. Dat is het moment dat ineens dat ook kwam voor mij. Naar mijn mening. Dat daardoor het steeds meer werd gebruikt en geprobeerd door andere voetballers. Maar naar mijn mening kan natuurlijk, ik ben Arjen Robben fan for life, maar kan niemand nog steeds in de buurt komen naar de magie van hoe hij ze in de hoekjes erin knalde. For some reason de manier van hoe hij aan de bal connect, zeg maar, en hoe ze dan zo in de hoeken curlen, dat voelt ook met minder moeite. Überhaupt natuurlijk het... Het schieten. Als je dat bijvoorbeeld ziet van Güler of Lamine Yamal. Dat voelt alsof daar wat meer een... achter moet. Maar bij Arjen Robben voelt het alsof het een... alsof het een vloeiende beweging is, heel vaak, zijn schoten. Alsof hij niet helemaal zijn lichaam moet veranderen om het schot te lossen, zeg maar. Zelfs een van zijn laatste doelpunten dan. Wat was het tegen Arsenal of tegen Benfica of zo in de Champions League? Dat je dan gewoon denkt van, het is net alsof dat gewoon flawless gaat. Maar net zoals dat mensen dat altijd dachten natuurlijk over zijn run. Ik bedoel, dat ziet er ook super flawless uit als je dan even iedereen voorbij rent. Of dat je naar binnen duikt. Maar iedereen weet, hij gaat waarschijnlijk het naar binnen duiken. En dat je dan nog niet kan halen. Dat ziet er dan zo flawlessly simpel uit. Terwijl dat dan eigenlijk super knap is. Jezus, deze schaduw, joh. Oeh. Dat was netjes. Not a fan of the shadow.
Oeh, mevrouw Hendricks. Hij deed altijd een stapje te veel met het naar binnen gaan, maar daardoor lukt het waarschijnlijk zo vaak. Ja, maar hij heeft dus dan ook for some reason dat hij alsnog uitkomt met zijn schot. Door de manier hoe hij schiet. Hele andere momentum komt daarbij kijken dan zeg maar... Als je zeg maar zo'n wind-up ziet van een... van bijvoorbeeld die Goulaert tijdens het EK. Die heeft een wind-up nodig om hem dan hard in de kruising te schieten. Wat fantastisch eruit ziet. Maar for some reason kan Arjen, die komt met heel veel kracht, ook heel snel schieten. Met heel weinig lichaamsbeweging. En ik begrijp niet hoe hij dat deed. Dat is ook gewoon terwijl hij iemand in zijn rug heeft tegen Arsenal. Het is net alsof hij zeg maar niet die beam moet doen. Ja, het zit nog onder zijn lichaam. Eerst fucking reclame. Hij staat gewoon rechtop en hij kan gewoon de bal schampen. En for some reason krijgt het toch superveel vaart. Maar normaal dan moet een speler moet, zeg maar, hem helemaal ook onder zich hebben. Maar moeten ze dan ook echt zichzelf een beetje bol maken, zeg maar. Maar als je dan zo'n Arjen Robben tegen Arsenal hebt, dan loopt hij daar dus naar binnen op zijn oude dag. En het is net alsof zeg maar, zijn hele lichaam niet beweegt, maar alleen zijn voet. Het is zo apart is dat. Hij doet een beetje de manier hoe hij hem sleept, weet je wel. Kijk, je ziet wel... Je ziet wel een beetje dat hij dus zijn lichaam draait. Maar at the same time, die bal is nog zo ver voor hem. Dat je ook denkt van... Het is zo flawless. Hij schiet niet echt. Het is niet echt dat schieten wat je... Wat je dan bijvoorbeeld ziet bij Goulaert. Arda Güler. Hij hoeft hem niet echt op te laden, precies. Kijk, moet je Güler zien. Dan zie je Güler en dan zie je, kijk, hoe hij zijn stappen neemt. En ook gewoon de connectie met de bal. Hoe hard hij moet schieten. De manier hoe hij de bal raakt. En moet je kijken hoe zijn armen gaan. Hoe de armen helemaal... Er zit helemaal zo'n moment dat het hele lichaam even gaat, weet je. Zo'n slag maakt. En bij Arjen is het soms gewoon zo van... En dat is zo heel raar. Want die slag die zie ik dus heel vaak. Ook bij die Yamal goal. Daar zie je dat ze echt zo'n hele harde slag moeten doen. Alsof daar zoveel moeite achter zit. En bij sommige van die Arjen Robben goals dan is het gewoon... Wat ben je aan het doen, weet je. Dan is het gewoon zo van... Hallo? Het is net alsof je heel rustig bent. Zelfs waar hij gewoon moet stoppen hier ook. Dit is een Bayern München top 10 compilatie. Maar zelfs dit soort dingen. Dan doet hij gewoon woep en woep. Zie je, er zit gewoon zoveel rust aan vast. Zo makkelijk. Hut. Zijn halve lichaam die slaat hem niet in zo'n milliseconde eromheen. Dat ik denk van, what the fuck? Of die tegen Barcelona in de Champions League halve finale. En dat je dan gewoon dribbel en dan woep. Dat is zo apart. Ik vind dat zo ongelooflijk raar. Ik vind het nog altijd jammer dat ze deze nooit volledig laten zien. Hè? 112e minuut in de halve finale tegen Schalke. Vind ik nog altijd jammer dat ze die niet in hun volledigheid laten zien. Maar hetzelfde idee hier gewoon. Heel simpel gewoon. Het is net alsof hij hem duwt in plaats van schiet. Het is net alsof het duwen is in plaats van schieten. Waar heel veel voelen alsof ze aan het... Echt aan het schieten zijn. Voelt het alsof hij hem meeneemt, zeg maar. Met de slof. Bij de meeste schoten. Ja, dit is dan een lopje, maar... Ook daar, like... Dit schot is volgens mij de meest tryhard schieten. Kijk, daar zie je wel echt een beam. Dat is letterlijk zijn meest tryhard beam. Nou, dat is natuurlijk de meest coole goal. En de Champions League finale zet ze op nummer 1. Maar ja, dat is heel apart, vind ik dan. Duwen, maar dan wel met de power alsof je inderdaad zo'n dikke wind-up hebt. Dat het in één keer. Alsof hij zeg maar inderdaad hard hitter heeft zoals Serena Williams in topspin. Dat is zo raar.
Hebben ze die full goal tegen Schalke nog steeds niet? Of is dit de enige? Ja, volgens mij is dit de enige video op YouTube dat je de volledige run kan zien. Dit is de halve finale tegen Schalke en het is dus slechte kwaliteit. En Arjen Robben het is de 112e minuut. Arjen Robben heeft gespeeld vanaf minuut 1. En het is minuut 112, extra tijd dus. Tweede helft van de extra tijd. Nou, het lijkt op penalties uit te lopen. Het is 0-0 tussen Schalke 04 met Manuel Neuer op goal. Nog bij Schalke en Bayern München. Dit is Hans-Jörg Boet die nog speelde. En Robben zegt, hier, ik wil hem. Vanaf dat punt. En dit is wat je dus normaal niet ziet van de 112 minuten. Dat hij dus dan begint te dribbelen. En dat hij dan dus die bal vooruit doet. Die zie je alleen nu niet zo goed, want deze kwaliteit is dus wat minder. En dat daar dus die hele dribbel komt. Iedereen vraagt erom, maar hij gaat door en hij verslaat Neuer in de topcorner. En dan doet hij super vermoeid natuurlijk. Helemaal zo van... Ja, dat was gewoon een 70 meter run. Maar die kan je eigenlijk niet vinden op het internet. Vind ik wel jammer. 70 meter run goal. En dan ook nog helemaal over de flank en dan pas naar binnen. Eat your heart out, Lionel Messi. En dat in de 112ste minuut van de wedstrijd. Na 112 minuten voetballen. Ongelooflijk. Vond ik zo mooi. Jezus, wordt even geowned. Deze vrouw die heeft ook al Fatality en Slice Invasion en dergelijke. Och. In de F1 Manager probeerde ik de 2008 Force India livery na te maken, maar het lijkt meer op de HRT livery. Wel leuk dat je liveries probeert na te maken. Er zullen ook vast genoeg mods zijn op PC, Hennikeumers, waar je dan bepaalde liveries volledig mee na kan maken. Wojo. Dat is wel goed. Sommige mensen zeggen nog altijd dat Arjen Robben underrated is. En dat ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Maar ik zie dat steeds vaker nu voorbij komen. Arjen Robben underrated. Er zijn geruchten dat hij als legend naar EAFC komt. Dat is wel cool. Ik vraag me alleen af of Arjen Robben dat zou willen. Johan Cruijff die wou dat ook nooit. Want die vindt dat mensen buiten moeten spelen. Nou, Arjen Robben is ook wel een beetje zo'n type. Dat iedereen buiten moet spelen en virtuele kaartjes, legend kaartjes in games, niet zo cool. Ja, dit is zo kut. Ik ga hier zo... Of die moet een persoonlijke fout maken. Oh, never mind. Maar er zijn geruchten dat Arjen Robben in de beta-test als icon was. Maar laten we hopen dan dat die ook echt komt. Hij zou ook nog zomaar in die voetbal kunnen verschijnen. Oeh. Zo. Want once again, het leek er in 2020, een jaar na zijn eerste pensioen, leek het erop dat hij een legend zou gaan worden. Met een nieuwe gameface in PES en ook een echte legend entry. Met weer zijn call name in de game. Maar het is toch niet gebeurd. Is toch niet gebeurd. Dus ik hoop stiekem dat het nog gebeurt. Want hun hebben dus een mooie scan, jongen. Ze hebben zelfs zijn haren van zijn armen gescand. En het is heel eng eigenlijk dat ik zo'n... Dat zo erg mijn idool is dat ik weet hoe zijn armen eruit ziet. Maar die waren volledig perfect één op één overgekopieerd. In die facecan die ze toen voor hem hadden. Helemaal met body scan en al. Het kan ook zijn dat het is tegengehouden ooit, ja. Maar ik had een beetje het gevoel dat hij naar Groningen ging. Dat de eerste keer, zeg maar, omdat hij naar Groningen ging, dat het is tegengehouden. Omdat hij toen dus weer terug uit zijn pensioen kwam. En misschien, soms zit daar even een jaar over, maar dan heb je niet meer die retired status. Dus dan veranderen dingen en elementen weer. Mogelijk ook met contracten en zo. Maar sindsdien helaas geen indicatie meer van Arjen Robben. Terwijl dat is alles wat ik wil. Dat zou echt mijn universum maken. Gewoon ondanks dat hij geretired is, dat je dan nog... met zo'n persoon door kan blijven voetballen en toch weer een beetje die nostalgie kan vasthouden.
Hey, Apple Juice, hoe gaat-ie, man? How are you doing? Het is echt een wonder dat wij nog steeds winnen van deze. Maar goed, we moeten levelen. We gotta level. Ik ga follies proberen te timen, ook al heb ik totaal geen follies. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben... Ik moet altijd nadenken tegenwoordig hoe oud ik ben. De tijd gaat veel te snel, maar ik ben 31. Nog best makkelijk. De timing is niet per se moeilijker met een volley of zo. Ondanks dat we maar 30 volley stats hebben. Pam-pa-da-da. Maar ik hoop niet dat Arjen Robben het zelf tegenhoudt. Ik zou het wel snappen met de mentaliteit van... We gaan gewoon... buiten spelen met z'n allen en zo. En videogames bad en zo. Dat deed Johan Cruijff ook. De enige reden dat Johan Cruijff er nu in zit is omdat hij dood is. Dat klinkt zo droog, maar het is wel zo. Omdat hij is overleden, zit Johan Cruijff in videogames. Want de Cruijff Foundation die dacht, ja, tuurlijk. Wat extra geld verdienen. Maar toen Johan Cruijff nog leefde, toen zei hij nee, absoluut niet. Toen zat hij in geen enkele videogame. Na zijn dood ineens, ja hoor, alle rechten worden door degene die dat moet onderhouden. Gewoon Hotzeflotsky. Zo, dat heb ik nog nooit eerder zo gezien. Wow, dat was cool. Damn, dat is wel heel lang geleden als het Far Cry 3 is, Joel. Op die tijd was ik net 20 geworden. Kun je nagaan hoe snel de tijd gaat? Toen Far Cry uit was, Far Cry 3, en ik die playthrough deed, toen was ik net 20. Maloof. Hoppakee. Dat ging makkelijk. Oeh, hadden we een nieuw level? Nee, we hebben net geen nieuw level. Hebben we al iets gehaald van die nieuwe dingen? Oh joh, we hebben de shot counter. Dat is nice. We hebben de shot counter al gehaald. Dat betekent dat als ik nu gewoon een control shot terug doe, dat hij toch al wat meer power geeft. Nou, we hebben de special events gedaan. Gaan we nu een tournament doen? Met 60% energy verwacht ik wel dat dat niet helemaal gaat werken. Dus ik ga naar juni. Weer geen toernooi. Dan kiezen we hier ook voor de volley shot type. En dan gaan we nog één toernooi doen. Hier moet ik even op letten. Oeh. Netjes. Oh, dropshot is dat. Ik vergeet altijd dat je ook een dropshot volley kan doen. Dat is super satisfying als iemand heel veel volleys hebt. Maar dat is niet iets wat je veel ziet in deze game. Het is niet iets wat mensen online veel gebruiken. Want de Sampressjes of de mensen die dus wel een MyPlayer hebben, die builds, die werken niet zo effectief. Daar kan je niet echt op bouwen. Nu zijn we wel level 14. Dan doe ik hier 5 punten op en de volgende keer doe ik daar weer 5 punten op. En dan gooien we de andere 5 punten op... Ja, weet ik eigenlijk nog niet. Moeten we even gaan kijken naar wat de fittings nu doen. Die doen het meest op stamina dus. Stamina is dan überhaupt nog niet heel hoog. Dan doen we stamina nog wat hoger. Want dat hebben we wel nodig, willen we al de toppers verslaan. Beide special events hebben we nog niet gedaan. Zo, beide serve en score.
Doen we wel. I will do the service score. I will do the service score. Ach. Oh, nu moet ik dingen doen. Oh ja, ik moet... Oh, oké. Okay. Ik moet ook nog bepaalde targets halen. Ik moet power slice en power topspin. Oh god, ik doe gewoon de verkeerde. Mijn X is een andere X altijd in mijn hoofd. PlayStation controls, Xbox controls. Uh-oh. Hey, maar dat was gewoon een power topspin shot. Hallo. Of telt dat niet als groundstroke dan? I guess not. Die wel. Dan doen we... Maar dat is ook naar. Sommige tellen gewoon niet. Nu moet ik elke keer een power shot doen. Gewoon puur om de objectives daar te halen. Nou ja, doe dat maar. Goed zo. Nu wordt het wel moeilijk. Oh, maar ik pak weer een punt. Best zo moe. Oké, nu alleen nog maar slices de hele tijd met power. Dat telt niet. Waarom niet? I'm doing it. 5-0. Volgens mij krijg je daarna nog win the match. Dus dan moet ik ook nog eens de wedstrijd winnen. Maar het werkt nog altijd op dit hoge niveau. Maar ik snap niet waarom je sommige pakt en de andere niet. Ziet hij die 8-bit controller als Xbox controller? Je kan hem in beide modussen zetten. Xbox en PlayStation controller. Er is nu alleen weer een coolere 8-bit controller uitgekomen. De 2C. Die heeft ook Hall Effect triggers. Die komt mijn kant op. Robin heeft er ook een besteld. Die heeft geen dock. Dat is jammer. Maar die heeft alle premium features. Gewoon alles. Die heeft Hall Effect triggers. Zodat je helemaal geen trigger drift krijgt. Hij heeft Hall Effect sticks. Hij heeft nu ook metal plate rondom de sticks. Dus de housing van de sticks is ook van metaal. En dat is de 2C controller. Ook weer voor zo'n leuke prijs. Ik heb er €36 voor betaald. Dus dat is echt bizar. Want dat zijn al die premium features voor, like, what? Een Edge controller is nog altijd €200. En die heeft dat niet, hè? De PlayStation Edge controller. Die heeft ook geen Hall Effect sticks. Die unlockt gewoon heel veel software possibilities. En heeft wel uit elkaar haalbare elementen als je het wilt modden, die controller. Maar daar betaal je €250 voor. Xbox controller, die premium one, die heeft wel Hall Effect sticks. Die is €220 volgens mij. Ja, de Ultimate 2C. En dan moet je, als je bijvoorbeeld kijkt naar Ali, moet je wel de 2C in plaats van de 1C. En dan moet je eronder kijken naar de specs. En dan zie je ook dat zelfs draadloos de polling rate van dat ding 1000 hertz is. Ik kan je zeggen, die ik nu heb is 250 hertz draadloos met de dongle. Maar dan heb je dongle, een polling rate van 1000 hertz. En iemand van de eFootball community, die heeft die al. En die heeft echt gewoon ook zo'n latency test gedaan. Dat is echt zo ongelooflijk laag, die latency test. Dat ja, ik wil een performance controller. En dan maar gewoon met een kabeltje opladen. Het is gewoon een draadloze controller met een dongle. Met een goede 2,4 gigahertz dongle. En ik ben dus voor die gegaan. Die is on its way. That's the one, man. That's the holy one for me. Dan heb ik geen eens meer drift op de
op de triggers. Want dat heb ik ook vaak naar heftig gebruikt met race games. Met de trigger. En ook met voetbalgames. Dat toch de trigger een beetje begint zijn kracht te verliezen. En ja, gewoon sick allemaal. Gewoon sick. Stick drift. Ja, heel vaak stick drift. Hallo Ryan. Welkom op YouTube. De main livestream is wel Twitch. Maar je bent altijd welkom om ook op YouTube te zijn. Stick drift is een sick drift. Stick drift is echt de worst thing dat je kan hebben. En ja, helaas heeft mijn PlayStation 5 controller dat heel veel. Heel veel. Zo. Volgens mij vloog er een vliegje in mijn mond. Echt zo'n mini vliegje. Ik drink hem wel op. My god. Ik zag hem al een tijdje hier rondvliegen, zeg maar. Maar door de waaier dwarrelt hij wat weg. En volgens mij ging hij recht in mijn mond. Ik drink maar gewoon voor de zekerheid, maar damn. Dat was echt zo'n mini vlieg. It's a beautiful day and the crowd for seven. Lekker. Nou, helemaal niet lekker. Maar goed, ja, die controller is mijn nieuwe holy grail. Omdat je dan vooral betaalt voor de premium features en niet voor de extra handigheid van een dock en dergelijke. Ik heb er zoveel goede dingen over gehoord. Ook over de feel van de controller. Dat überhaupt is het heel populair hoor. Ook onder de Rocket League spelers zie ik die controller heel veel. Maar ik ben altijd een beetje zo wary van derde partijen. Dus ik denk dan altijd van, nou, nah, ik ga wel gewoon voor een Xbox controller of een PlayStation controller. Maar die zijn eigenlijk veel te overprijsd. Maar we kunnen dat ook doen natuurlijk, hem zo overprijs. Maar ik zou nooit meer een third party Logitech controller halen of zo, zeg maar. Die ik vroeger een miljoen van heb gekocht, weet je. Die oude G, hoe heette die dingen? F. F310 en F510. Daar ben ik ooit mee begonnen. Ja, ik ben daar ook mee begonnen. Ik heb met vroeger met PES 6 heb ik in totaal denk ik wel 15 F310's eruit gehaald. Ja, precies. Die duikboot die werd er ook mee bestuurd. Je hebt gelijk ook. Ja, die shotcounter heeft me wel makkelijker rallies gegeven. Ongelooflijk. En toen was ik er op een gegeven moment zo klaar mee dat na elke 2 maanden die kapot ging, dat ik voor de F510 ben gegaan. Die is zo zilver, zeg maar. En die was wat meer premium. En was een tientje meer of zo. En die ging nog sneller kapot zelfs. Dus toen ben ik ermee gestopt. Maar ja, nu heb je dus die controllers. Die worden helemaal packed met sicke features en zo. Maar ja, bij Xbox en PlayStation betaal je meer dan 200 euro voor zoiets. En dan bij PlayStation krijg je nog niet eens half-fact sticks voor minder stickdrift. Dan zou je zelf nog die modules moeten modden erop. Bij Xbox wel. De premium control van Xbox is volledig half-fact, dus super accuraat. Geen drift. Maar ja, nu hebben ze dus een controller, de 2C, met ook half-fact triggers. Nou, dat heb ik wel nodig, ook met mijn voetbalgame, voor het dribbelen en het verminderen van mijn dribbel. Aangezien je, als je hem een beetje ingedrukt houdt, dan kan je zeg maar wat meer joggen. Dus het kunnen controleren van je trigger en je trigger distance, dat is heel belangrijk. Dus ja, bring it on, de extra accurate half-effect triggers. Want ik heb mijn DualSense ook gecheckt hoe dat eruit ziet. In bijvoorbeeld de Steam controller software. Maar die hapert alle kanten op. Mijn meest gebruikte PlayStation 5 controller. Dan zie ik inderdaad dat hij helemaal elke keer een beetje zo woep 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 doet. Dat doen die Alps dingen. Er zitten allemaal Alps in.
Alps dit, alps dat. But we are looking for Hall Effect. Wow. Nice. Maar ja, ik heb een miljoen van die Logitech's toen gehad. En ik ben nooit meer naar een third party gegaan. Altijd naar PlayStation of Xbox controllers. En nu dus is dit eigenlijk, zonder dat ze me sponsoren of zo, mijn go-to third party controller manufacturer. Ik vind echt dat ze sicke shit maken. En goedkoop. Deze heet ook al Kelsey. Maar die komt niet uit net, maar uit nep. Ik vind de controle van een PlayStation 5 aardig snel leeg en of ligt het aan mij? Ja, kan je een beetje optimaliseren, maar heel veel mensen hadden daar moeite mee. Met de batterij. Vooral met de eerste batch van PlayStation 5 controllers. Daar was veel batterijgezeik mee. Altijd fun als je early adapter bent en denkt, ja, moet die PlayStation 5 meteen hebben. Als je hem überhaupt toen kon kopen. Zo, de je. Oké, deze vrouw heeft niet zoveel hogere stats, wel een beetje. Ja, precies, wat Berkan zegt, de nieuwe die gaan wat langer mee. Dat was een van de complaints van mensen. Dat hebben ze uiteindelijk gerepareerd een beetje. Ondanks dat het nog steeds allemaal niet optimaal is. En dat je nog steeds geld afgetroggeld krijgt natuurlijk. Gewoon puur door dat het PlayStation is. Maar ja, dat weet je wanneer je een PlayStation koopt. Het is easier instap. Maar uiteindelijk ben je meer geld kwijt in de long run dan bijvoorbeeld een PC of wat dan ook. Maar ja, PC is in één keer veel geld uitgeven en dat willen mensen ook niet. Versie 2 DualSense, precies. Ik gebruik gewoon het DualShock 4 voor mijn PC voor af en toe FIFA en zo. Ja, kan ook nog steeds hoor. Genoeg mensen die gebruiken hun DualShock 4 nog voor PC. En als je ook weer niet te competitief wil zijn, dan werkt dat ook. Ik wil eigenlijk ook niet te competitief zijn, maar ik vind het wel fijn als alles zo accuraat mogelijk is. Dus vandaar nu voor Hall Effect. Ik ben een beetje in love geraakt met de Hall Effect sticks. Die zijn zoveel accurater. Ook als je mijn e-voetbalstreams hebt gezien, dan weet je dat ik een hele lange tijd in mijn voetbalgame streams dus, dat ik hele lange tijd heb gezegd, daar wil ik niet naartoe, daar wil ik niet naartoe, daar wil ik niet naartoe. Maar echt zoveel vaker dan dat ik het tegenwoordig zeg. Omdat gewoon letterlijk die sticks niet helemaal recht staan. Je moet veel secuurder zijn. Je moet om de sticks heen, basically. Heen werken. Door zelf nog secuurder te zijn om de sticks dan te laten zien, hier wil ik richten en zo. Of hier wil ik naartoe rennen. Dat het soms gewoon een beetje fout gaat. En dat haak ik niet meer met die Hall Effect sticks. Daar gaat het veel minder fout. Dan is het veel meer mijn persoonlijke fout versus een stick fout, zeg maar. Nee, Hall Effect, dat kan in elke controller zitten. Zoals dus ook de premium Xbox controller. Maar wij hadden het, at the moment hadden we het over een 8-bit DO controller. Maar is voor de PC. En 8-bit DO is een third party merk. En die heeft nu een nieuwe controller genaamd de 2C. En die is net uit. Dat is hun laatste product. En ja, die is super vet. Die heeft alle premium functies voor letterlijk €36 of zo. €35. Hij was weer in prijs gezakt. Super sick. Heeft ook 1000 hertz polling rate. Net zoals de DualSense Edge controller. Want een van de grootste dingen van die Edge controller is 1000 hertz polling rate voor PlayStation 5. En dat heeft die dus ook. Voor PlayStation, voor PC. 1000 hertz polling rate. Want mensen hebben het daar altijd vaak over. Van ja, ik mag dan wel een €250 PlayStation controller hebben. Maar nu heb ik wel 1000 hertz polling rate. Terwijl hij polt je data dan veel sneller. Wat je doet.
Nou ja, dat heeft die dus ook. Die heeft gewoon ook draadloos een 1000 hertz polling rate. Maar dan voor 200 euro minder. 220 euro minder. En dus met Hall-Effect sticks, wat de PlayStation niet heeft. En op PC kan je sowieso alle knoppen aanpassen en macro's en alles en al die zooi. Dat is natuurlijk een beetje raar dat je daarvoor moet betalen met een Edge controller van het DualSense. Maar hij heeft ook nog eens Hall-Effect triggers. Deze nieuwe 2C. Dus van de C-lijn hebben ze nu een versie 2. Die heeft nu ook Hall-Effect triggers. En dat betekent ook veel accurater triggergebruik. En dat zocht ik ooit voor mijn PlayStation controller om te modden. Maar ja, dan ga ik gewoon voor die goedkope third-party solutions. En kijken we gewoon hoe het is. Nee, 8-bit DOA heeft ultra veel stijle controllers. Dit lijkt wat meer op een Xbox controller, de 2C. Maar 8-bit DOA heeft echt ultra veel. Ze hebben overal namaak van. Ze hebben zelfs oude SNES controllers en van die fight stick dingen. Ze maken echt alles. Ze hebben ook officiële Xbox controllers, maar ook een soort van nep Xbox controllers. En die die zijn ook allemaal prima. Alleen nu hebben ze dus weer eentje met nieuwe premium functies. Ja, van die arcade sticks verkopen ze ook. Blijkt ook heel populair zijn. Het is überhaupt een populair third-party merk. Maar ik heb er dus eentje nu gehad. En die is fantastisch. En ja. Nu komt er eentje met nog meer fantastische functionaliteit. Voor high performance. Love dat, man. Ik merkte het verschil heel erg. Ten opzichte van mijn normale DualSense. En once again, niet gesponsord. Maar mijn enthousiasme die neemt soms gewoon the better of me. Als ik enthousiast ben bij een product, dan hoor je van mij. Soms ben ik wel wat gecalculeerd. Dat als iemand mij niet ervoor shit geeft, dat ik het dan niet zo uitgebreid erover heb. Maar ja, yeah. That's me. Always enthusiastic about technology. Kwamen ze maar voor een sponsordeal. Want Berk kan zeggen op TikTok, hey, Bido komt zo zelf naar jou voor een sponsordeal. Nou, inderdaad. Ik ben hem wel echt flink aan het promoten. En nou ja, ik ben ook gepromoot door mensen en ik had er nog niet eens van gehoord. Maar blijkbaar is dat al lang populair. En ik had er helemaal niet van gehoord, maar die maken goed naam voor hunzelf, wat best knap is. Want je hebt heel veel van die skere controllers companies. Jeetje. Ik was daar zo traag. Kan ik jou kennen van The Kingdom? Ik weet niet of jij dat kan. Oh! Ze gaat winnen. Het gaat niet goed. Jezus, wat een return ook, joh. Kunnen we nog terugdraaien? Kijk, je ziet wel dat die shot counter werkt, hoor. Ik ben daardoor... Oh. Nee! Ah, nu heeft ze meerdere matchpoints. Oeh, dat was een goeie. Kom op! Oké, nu moet ik haar serve houden, anders verliezen wij onze laatste wedstrijd. Oh shit, dat was zo'n goede serve. Kom op, power, er naartoe. Nee! Oh. Ik dacht even dat ze hem terugdeed. Oh my god. Shit, die was veel te zoen. Daar kom ik zo goed weg, want als zij gewoon hem daar inderdaad raakte over het netje, dan was ik klaar. Dan was ik klaar. Zo, ze maakte 10-10 weer van. Oh my god, dan gaan we door.
dit werkt niet meer. Oh, het werkt wel. Ik hoop dat Rijs ons niet lang laat wachten. Zin om te racen. Ik ook, Tex. Ik heb superveel zin om te racen. Joh, wat ik allemaal meemaak met die beta. Ongekend. Echt ongekend. Kan je gewoon alleen zeggen dat elk element van de game wordt aangepast. Graphics, audio. Audio ook trouwens extreem. Physics. Gewoon alles, weet je wel. Gewoon alles is veranderd wanneer die update komt. Maar ik ben bang dat het nog een maand gaat duren of zo. Maar ze zijn wel on track, zei Renato in het publieke forum, om het te releasen. Wat zei hij nou? Nog voor hun... Of nog in hun zomer 2024. Maar ja, zomer eindigt in september. Het is nu 4 augustus. Het zou zomaar nog een maand kunnen duren. Dus ja, ik verwacht begin september. Zou het wel hopelijk weer wat kouder worden en alles. Dat zou ook wel weer fijn zijn. We hebben toch nog gewonnen. Het is echt een wonder. Nou, dat was toch weer even vooruitgang met deze MyPlayer. Dit is mijn player trouwens. En dit zijn zijn stats. Hier speel ik online mee. Met 90 forehand, 90 backhand. Met 40 serve. Om iets meer serve dan 30 te hebben. Omdat het nu dus moeilijker is. 85 power, 80 speed, 60 stamina en 65 reflexes. Dit is mijn poppetje. Hij heeft ook de Roger Federer forehand. Wat ik heel vet vind. Kijk, hij heeft de Roger Federer forehand. Love die stijl. En op dit moment gebruik ik deze twisted backhand. Vind ik wel cool. Dus that's me. En mijn poppetje. Oh, shit. En daarmee speel ik wel eens een online potje. Dat is altijd heel snel. 10 minuutjes of zo. En dan is het weer klaar. En de World Tour staan we nu op 124 wins en 13 losses. Zoals je daar rechts kan zien. Dus dat doen we nog best lekker. Dat doen we nog best goed. Nu race ik helemaal niet met de sim. Race door de warmte heb ik gewoon geen zin en energie. Ja, precies. Dus ik hoop dat het in ieder geval... snel gaat gebeuren. Eerste 2 weken van september wel even lekker nog AWB. Ja, of ga je dan op vakantie, Tex? Zou je net zien dat wanneer jij een motortour doet of zo, dat die dan is, die update. En dat ik nog niet met Tex Mechanica kan racen. Dat zou zo sad zijn, hè? Als ik dan nog niet met hem kan simracen. Ik ben zo hard aan het wachten op het feit dat ik kan simracen met jullie allemaal. Ik wil zo graag gewoon public lobby's doen en met alle nieuwe mechanics en physics en content en de mooie nieuwe graphics en audio en alles, zeg maar. Dat ik alles met jullie kan doen. Gewoon leuk public lobby's maken. Lekker fun hebben met racen. Oh, ik heb daar zoveel zin in. Maar helaas moet ik het nog doen met de gesloten forum mensen en zo. Als ik online wil racen en proberen om in training het allemaal te vinden. Ja, makes me sad, man. Ik heb dan gewoon 2 weken vrij, dus lekker rijden inderdaad. Oeh, dan hoop ik inderdaad dat de update nog wel komt rond die tijd. Maar de laatste update die hij zei... was dat ze nog steeds bezig zijn met de zomer. Maar dat ze zoveel pieces aan het connecten zijn... dat het lijkt alsof dat het moeilijk is om het allemaal samen te brengen, zeg maar. En ja, dat vind ik dus wel echt mooi dat überhaupt er wat over wordt gezegd op die manier. Ik vind het überhaupt heel cool dat ze gewoon zo persoonlijk zijn in hun development. Ik kan nu alleen het bericht niet meer vinden. Waarom kan ik nou weer het bericht niet vinden? Ah, ik denk dat het hier ergens is. Even kijken. Oh ja.
Hij zei, it's now as of late July as it gets and since there's still no development update, want er zou een nieuwe development update komen, it's time for another update on the update. This has been a massively challenging, if rewarding month with many things coming to head, from licensing negotiations being concluded, with all the paperwork that involves, along with massive in-game developments, including physics and AI with are the fronts I had along with supervising all that's going on elsewhere, leading to various game components needing to be almost fully disassembled before getting reassembled again. Some hurdles were met along the way to be either overcome or walked around, while opportunities arose and had to be made the best of. In sum, a typically hardcore Raisa crunch month, jugging all that already required more hours than there are in the day. And with the dev update bits I had already written back in June, demanding rewrites almost on a weekly basis, omdat dus constant verandert wat ze allemaal erin gaan pakketten. The focus had to narrow down to the doing what had to be done, and leaving to write about it later. Now with all that either done or well on its way, we are all anxious to share all that we have been cooking these past few months. And there are many, many exciting news to cover. No dates or schedules to offer just yet, however, other than that AMS2 1.6 is well on track to meet our summer 2024 release schedule, with enough material for 2 more development updates to cover until then. Dus in plaats van 2 development updates, met de eerste die er was aan het begin van mei, komen er waarschijnlijk nog 3 development updates. Ja. Ongelooflijk, niet? Ongelooflijk. Maar goed, dat is de laatste nieuws over simracing. Ik hoop dat we dat snel weer kunnen doen. Ik had er vandaag niet zoveel zin in. Ik wou gewoon lekker chillen met Topspin. Dankjewel voor de leuke chats, guys. Zelfs met zo'n tennisgame, wat best wel een niche is natuurlijk. Maar dat je dan toch gezellig kan chatten, want ik kan overal over praten. Iedereen is gewoon welkom om te chatten waar hij over wil. Ik vind dat leuk als het meer op de streamer gericht is dan op de game elke keer. Want dan krijg je anders een toxic environment. Dus echt respect en superleuk. En thank you for the fun time. Thank you ook voor de support. I appreciate all of you. Je kan me altijd volgen. Spooky1611 overal. Spooky1611 ook op Twitch dus. En op YouTube. En op TikTok. En op Instagram. En op X. En waar dan ook. En ja. Abonneer op 1611 FOTS. Apenstaartje 1611 FOTS op YouTube. Daar kan je alle video's on demand zien. Oftewel alle livestreams in beste kwaliteit. En ik zoek nog steeds subscribers. Uitroepteken FOTS. En op Twitch wordt hier gedaan. Zie je dat? Ja, je ziet dat de bot het die toevoegt aan die chat. Maar it's happening. Ik ben ook heel blij dat alles blijft werken hier, hoor. Dat is ook fijn. Want ik ben qua techniek ben ik weer allemaal dingen aan het veranderen. En ook de outro is nu volledig afgemixt die ik heb laten horen. En die is toch nog een beetje veranderd. Ik liet de outro al een beetje horen. Maar hij is een klein beetje veranderd op een bepaald punt van de outro. Maar het is wel dezelfde outro. En de intro is natuurlijk al klaar. Die staat op Spotify. Thank you for watching. En see you next time. Bij een nieuwe livestream. Ging even lowback kijken, maar was weer leuk om te kijken. Ja, dat mag altijd, Thomas. Mag altijd. Oh, de outro klonk zelfs zoveel beter. Hey, bye bye! Oh my god, de koning wordt opgegeten! Hoe zin je? Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpers. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je man. Ik ga dit doen. Oh! Wat? Ik zag een tank vliegen! Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weg.
geloof. Wat? Wat de fuck? Wat de fuck? Hij kroop heel hard. Oh shit, ze komt. Hele tijd stil, ineens zie je. Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get out! What? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik de... Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Hoi. Oh. Pas op voordat je het doors. What the hell? Dat gebeurt niet aan mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey. Wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Wat? Wat doe ik? Wat ben ik? Wat? Huh? Wat doe ik? Nee! Ja, Rijmaal! Het is een spel! Het is oh. Oh shit! Nee! Hoe kreeg je dat doen? Dat is insane! Kunnen ze dat opgestoken? Lol! Ik heb hem gedownd met mijn flare gun! Relax, jongen! Oh! Kom maar, folks, hey! Nee. Wat? Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.